Jeroen Post en Bibi! Ja. Bibi kennen we natuurlijk allemaal nog uit Oh. En uit de Echte Meisjes. En Jeroen Post, dat is onze homie! Yes! Ja, want nadat wij als kleine tieners naar hem keken op TMF... En ja, toch wel zoiets hadden van wauw. En zijn singeltjes in de kast hadden staan. Ja, Ivo heeft jouw singeltje in de kast staan. Ik vind het zo jammer dat je daar weer over moet. Bij iedere ontmoeting, ik blijf dat doen. Maar jij hebt echt je zakgeld eraan uitgegeven. Heb ik echt gedaan, ja. Ja, dat doet me wel, vind ik wel echt heel lief van je. Nou goed, dus nadat wij echte fanboys waren van Jeroen Post... zijn we ook nog een keer samen bij de radio komen te werken. En jij hebt ons toch een beetje... ja, toch wel wat kneepjes van het vak ook uitgelegd. Van jongens, misschien moeten jullie eens even niet straalbezopen op het werk verschijnen. Dat is niet zo'n goed idee. Dus dank daarvoor, Jeroen. Graag gedaan. En nu hebben jullie samen, Bibi en jij, hebben jullie een hele toffe track gemaakt. Zeker. En daarom komen jullie even gezellig bij ons langs. Dat dacht ik ook. Maar ik wil even bij Jeroen beginnen, hoor. Bibi, we komen zo bij jou. Maak je geen zorgen, maar omdat toch... Maak me geen zorgen, hoor. We hebben elkaar een tijdje niet gesproken. Jeroen, jij bent op een gegeven moment... heb je besloten, weet je wat, ik ga gewoon... me vol storten op de muziek. Ik ga zoveel mogelijk draaien. En natuurlijk ondertussen ook nog wel hier en daar een tv-dingetje of een presentatieding. Maar dat is nu echt jouw main ding geworden, hè? Ja, maar dat is eigenlijk omdat ik vanaf het punt dat ik al van tv bij TMF stopte... ben ik eigenlijk al met de fulltime met het draaien bezig geweest. Alleen op een gegeven moment zeiden mensen, draai je dan? Ja. En op een gegeven moment dan verwachten mensen toch van, ja, maar heb je dan ook muziek? Dus dat heb ik eigenlijk altijd een beetje laten liggen, omdat ik het eigenlijk altijd heel erg druk had. En nog steeds had ik zoiets van, ja, ik hoef eigenlijk geen plaatje te maken, maar aan de andere kant is het ook wel weer erg leuk. Maar ik weet wel nog, in de beginperiode, tenminste toen je al een tijdje bezig was met draaien, toen maakte je misschien nog niet eigen platen, maar deed je al wel mixcompilaties. Dus gewoon echt dat je een hele mix maakte, die op cd zette en die ging ook weer heel Nederland door. Ja, maar dat zijn van die promo-cd's die je dan wel... Ja, dat is wel goed om te geven, want mensen vragen dan altijd, heb je iets bij je? Of heb je niet een cd'tje of zo? En dan, dat zijn gewoon van die heerlijke weggeefdingetjes en dat werkt gewoon heel goed, want mensen vinden dat echt te gek. Ja, maar dan op een gegeven moment begon het gewoon te kriebelen, denk je, ja fuck, ik moet nou zelf... Weet je, dat is ook dat ding waarmee ik die plaat heb gemaakt. Ik heb het onder andere met Roy Stolzenbach gedaan, die ook in die Party Squad hoek zat, en met Jeroen Knapp. En Jeroen Knapp doet onder andere ook de vocalen van onder andere Anita Dodd en Sharon Dawson. En... Oh, die zingen niet zelf? Wat zeg jij? Het begeleiden met zingen. Oh. En dat was wel heel erg leuk. En dan merk je toch dat pielen in de studio, zoals jullie dat ook, dat technisch en dat pielen en iets creëren, samen schrijven. Ja, dat zijn dingen die onwijs leuk zijn. Dus dan ga je dat ook weer vanzelf oppakken. Maar dat was voor jou eigenlijk echt een nieuwe richting. Je hebt daar toch wel een beetje, wat je zelf al zegt, je hebt mensen om je heen verzameld die daar al meer ervaring mee hadden. Maar ik ken jou een beetje. Jij bent toch zo iemand die dan uiteindelijk het ook zelf wil kunnen gewoon. Nou, ja precies. Nou, je hoeft niet te denken dat ik echt elke module uit mijn hoofd... Want ik ben heel duidelijk. Ik heb nooit technisch Lego gehad. Dus je moet mij echt als executive producer zien. Ik weet wat ik wil en hoe ik het wil. En ik denk dat ik heel goed mensen bij elkaar kan zetten die daar hele mooie producten mee kunnen maken. En ja, Roy kwam met dat melodietje en ik zei, die wil ik hebben. En toen ben ik met Jeroen Knapp samen, hebben we de tekst geschreven. En toen dachten wij van, hey, wat leuk. En toen kwam het management van Bibi. En die zeiden van, goh, kun je niet iets met Bibi doen? En ik zei, nou, wat toevallig wil, is dat ik eigenlijk volgens mij iets heel leuks heb. Ik denk alleen niet dat het haar stijl is, want het is normaal gesproken ook niet mijn stijl. Maar ik denk toch dat we dat wel moeten doen. Nou, en daar kom jij in de picture, Bibi. Want jij bent na je reality optreden, waar we je vooral kenden als kaboutertje en gewoon... van je mooie verschijning. Blijk jij in één keer ook nog gewoon een hele bak talent in de kast te hebben, joh. Ja, nou, ik vond het gewoon leuk. Hoe is het zingen bij jou zo op je pad gekomen? Op mijn pad, ik deed eigenlijk... ik zat vroeger al... was ik eigenlijk altijd al met muziek bezig met zingen. Maar iets totaal anders dan wat ik nu doe eigenlijk. Maar mijn stiefvader heeft een coverband. En ik deed eigenlijk gewoon covernummers. En vanaf mijn 14e had ik zoiets van, ja, is wel leuk dit en dat. En toen zei hij ook van, ja, wil je een paar keer meedoen? En zo is dat eigenlijk een beetje zo erin gegroeid. Dat is echt ver voordat ik met Gerzo of wat dan ook meedeed. Ja. Dus het is niet zo van dat ik dacht, ik wil nu wat anders doen. Ik wil iets gaan proberen. Het zat al een beetje in het bloed. Maar je bent wel nu naar buiten getreden ermee. Je durft nu op een podium te staan en samen met Jeroen Post een plaat uit te brengen. Dat is even wat anders dan de coverband van... En hoe, want dat was heel grappig. We hadden met mijn producer allebei zoiets van... Nou, het zal ons benieuwen. Volgens mij moeten we een hoop bijdraaien. Jij dacht, dit wordt autotune. We dachten echt van, we zullen haar een beetje moeten helpen. En toen stonden we echt, ik weet dat moment nog. Zij was op een gegeven moment lekker aan het blaren. En ze ging eventjes op een gegeven moment, had ze even telefoon. En ik kijk Jeroen Knapp aan en zeg,
god, ze kan nog zingen ook. Hij zegt, ja, dat krijg ik wel een mooie. Dus we waren heel blij met die kwaliteit, want dat hoor je namelijk ook echt terug op de plaat. Ja, alleen wat ik wel apart vind is dat jij, tenminste apart, positief apart, maar ik had het gewoon apart niet aan. Apart is nooit goed, hè? Nou, ik had het gewoon niet aan zien komen dat hij in één keer een harde track zou maken. Ik ook niet. Want jij bent, want dit is, nou je ja. Je vindt het meer een zachte jongen. Nou ja, en ik weet gewoon dat hij... Dat is een beetje van de urban ook. Ja, gewoon. Urban en een house en ja, gewoon de... Ja, zeg het maar. Je mag het eerlijk zeggen. Nou ja, jij wil gewoon dat de dames met dingen gaan schudden. Dat is gewoon wat jij voor elkaar probeert te krijgen. Kan ook hoor, deze plaat. Ja, zeker. Dat is waar, dat is waar. Maar het is een vrij harde track voor jou doen. Hoezo die richting? Dat kwam eigenlijk door het melodietje die ik weer van Roy kreeg. En dat was echt een beetje... Ik kreeg meteen dat Have You Ever Been Mellow idee. Ja. En toen dacht ik van ja, maar je moet wel een beetje in deze tijd moet je te hebben. En dat is wel grappig, want we krijgen ook wat heerlijke haters ook vanuit de hardstyle. Maar dat is aan de ene kant weer mooi om te zien hoe zo'n stijl echt zijn wachters heeft, zijn bewakers ja, heeft. Ja, maar daar gaan we het zo even over hebben. Want inderdaad, ik zag een soort topic en jullie hebben, weet je, het is you love it or you hate it. Jullie hebben inderdaad mensen die gewoon volledig voor jullie track gaan staan en ook die ja, de hardstyle gestapo, zeg maar. Dat zijn jouw woorden. Die moeten er niks van hebben. Leid hem even zelf in. Want het is, je hebt nou een beetje verteld wat het is. Hij heet Magical Ride. Ja. Met Bibi en we gaan hem draaien op 538. Nou, gezellig. Nou, ja, ik vraag je om in te leiden, maar ik heb het eigenlijk zelf al gedaan. Dus laat hem maar gewoon gaan draaien. Bij ons in de studio, Jeroen Post en Bibi! Ja, nee, je hoort het. Het is een hardstyle. Wat doe ik nou? Oh, sorry. Ja, dat was extended. Het is een hardstyle-achtige track natuurlijk.
Ja. En ja, dan zit je inderdaad te kijken op van die hardstyle fora, waar de echte diehards zitten. Ja. En daar, nou ja, krijgen jullie het flink te verduren. Bijvoorbeeld op hardtracks.nl. En er zijn dan mensen, ja, die kick. En de... Ja, vooral die kick. Vooral de kick. Wordt, ja, zo ontzettend diep in de hardstyle zit ik ook weer niet. Maar daar schijnt van alles mis mee te zijn. De diehard hardstylers zijn echt kickpuristen. Ja, ja. Nee, maar dat is echt zo. Die kunnen gewoon 3 uur aan 1 kick bezig zijn. Ja. Maar wat heb jij erop te zeggen? Ja, dat is gewoon de boom, 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 boom. Dat ding. Dat is het harde gedeelte. Waar maak je druk om dan? Nee, maar kijk, uiteindelijk is het hele verhaal. Wij wilden, omdat zeg maar nog steeds de happy hardcore dingetjes nog heel goed lopen tijdens de klusjes. Het zijn nog steeds waar mensen op wachten. En ik zeg altijd, jongens, ik ben geen hardstyle specialist, zal ik ook nooit worden. Daar heb je andere mensen voor. Zoals de Wildstylers en dergelijke. Weet je, en het was ook nooit mijn intentie om een echte hardstyle om daar geaccepteerd te worden. Sterker nog, ik weet heel goed mijn plek als DJ. Alleen, ik weet dat dat soort plaatjes gewoon heel goed werken. Dus op dat gebied had ik wel zoiets van, ik wil wel dat soort invloeden hebben. Want het is uiteindelijk een hele leuke commerciële plaat. Dus dat was onze bedoeling. We wilden een commerciële plaat die gewoon lekker te happen is voor een breed publiek. Nou ja, en sowieso, jij bent Jeroen Post, dus jij kan doen waar je zin in hebt. Ja. Maar ja, je bent geen hardstyle DJ, dus nee. Wat dat betreft. Nee, dat sowieso niet. Nee, dus wat dat er gaat, maar weet je, ik wou zeggen, wat niet kan nog komen, maar op dat gebied niet. Want ik heb daar, als mensen mij vragen, je moet even wat harder draaien. Zeg, jongens, sorry man, dat heb ik gewoon niet bij me. Maar jij... Maar het is dus van ploeg voor boeken. Maar het is dus ook niet uitgesloten dat je bij de volgende track weer een hele andere kant op gaat. Oh, het kan zomaar zijn dat het van Moumaton Dancehall tot Smart Lab. Nou, Smart Lab, Biep. Als jij hem gaat inzingen, gaan we een Smart Labje maken. Hoor. Oh, wauw. Ja, dan wil ik even naar jou, Bibi. Want dit is natuurlijk leuk. Jullie staan ook af en toe op te treden nou samen, hè? Ja, klopt. Hoe is dat? Ja, nou, eigenlijk alsof we het al veel langer hebben opgetreden. Oh, maar ik heb me laten vertellen dat jij toch nog wel af en toe een klein beetje spanning hebt voordat je het podium opgaat. Ja, dat klopt. Maar dat is gewoon meer omdat zij nou, niet is... echt een podium, maar meer als er... Ja, als ik echt een prestatiedruk voel of zo. Die toeters zitten heel hard in mijn oren. Oh, sorry. Ik zal mijn toeters wat zachter zetten. Ik kan ze zelf helemaal niet horen. Maar, nou ja, ik kan wel zenuwachtig zijn, ja. Maar ze is perfectionistisch, hè? En dan ja, is heel het nog... erg. Ik ben heel kritisch op mezelf. En maar doe je dan... denk ik ook... Nou, wat ik wou vragen. Als je zo zenuwachtig bent en je moet optreden, dan een drankie? Nee, Jeroen doet dat bijvoorbeeld helemaal niet, maar... Nee, maar daar heb je van die pilletjes voor, Rescue en zo, dat soort dingen. Oh, echt waar? Maar er zit heel veel alcohol in. Echt waar? Ja, maar zo heb ik heel veel dingen wel overleefd, hoor. Ook de IQ-test en zo. Gewoon een heel flesje opgesloten. Ja, echt. En toen las ik pas hoeveel alcohol erin zat. En toen dacht ik, wow, dat ik gewoon nog rechtop zat dan. Oh? En behalve dan optreden met Jeroen en af en toe een track inzingen, gaan we je weer op tv zien? Ga je nog andere dingen doen? Ja. Wat, er is iets. Ik voel het, er is iets. Ja, ja. Nee. Jawel, er is iets. Er is iets. Nee, niks. Ja, nee, niks. Zeg dan op zijn minst in welke hoek we moeten zoeken. Gaan we weer op tv zien? Is het meer die muziek? Hoek. Ik heb geen idee. Ik heb het trouwens wel gezien, hoor. Kom je weer op tv? Nee. Je komt niet op tv? Je komt niet op tv. Ze mag niks zeggen. Nee. Kom je op de radio? Ja, nu. Nee, ik ga... Nee, ik ga je voor de krant werken? Ja. Verslaggeefster Bibi, op pad. Nee, ik zeg niks. Oké. Okay. Nou ja, we zijn heel erg benieuwd. We willen jullie natuurlijk nog ook even het vuur aan de schenen leggen. De 538 vragen die niemand durft te stellen. Nog gewoon 1 om 1, hè? Dus dan noemen jullie een getalletje tussen de 1 en de 538 en dan hangt een stomme vraag aan. Dus beginnen bij jou, Bibi. Oh, yes. 6. 6. Heb je wel eens een SOA gehad? Nee. Nee? Eigenlijk geen idee. Ik heb nog nooit laten testen, maar volgens mij heb ik dat niet. Zit helemaal onder, joh. Ja, maar dat kan eigenlijk niet, dus nee. Nou, mooi. Okay. Jeroen, doe er ook eens een. 25. Oh, dat is wel een leuke. Wat is je favoriete lichaamsdeel bij jezelf? Jezus. Mijn favoriete lichaamsdeel of waar ben je het meest tevreden over? Dat je denkt, nou... Ja, dan ga ik wel heel. Dan wordt het wel een macho antwoord. Dat zijn mijn armen. Mijn armen zijn goed ja, gevormd. Ja, je bent gespierd. Dat zijn fijne genen die ik van mijn ouders heb gekregen. Maar jij zit ook vaak in de sportschool, laat ik eerlijk wezen. Ja, maar dan moet je wel goede genen hebben om het te kunnen activeren, zeg maar. Ja, dat is waar. Als je een kanaal bent, blijf je een kanaal, toch? Ja. Yes. Bibi, doe nog eens een getalletje. 15. Ik vind het een lage getal. Ja, het blijft allemaal laag. Oh, tot waar mocht ik dan? Ja, tot 538 mag je. Oh, doe dan maar 600. Nee, grapje. 400.
400. Even scrollen, even terugscrollen weer. Heb je wel eens gefantaseerd over seks met de buurvrouw of buurman? Nee. Nee? Heb je geen... Nee, maar die zijn allemaal veel ouder dan ik. Val je überhaupt om er even gewoon een ouder? Val je niet op ouder? Nee, niet zoveel ouder. Ik weet niet hoe oud ze zijn. Ja, even tussendoor, vanwege de vraagstelling. Nou, het is nu heel goor, maar ik woon eigenlijk bij mijn ouders. Oh. Die wonen boven me, dat zijn mijn buren. Dus nee. Oké. Ja, maar omdat de vraagstelling is dus buurvrouw slash man, dan ben ik toch wel een beetje nieuwsgierig of Bibi ook wel eens ooit lesbische gevoelens heeft gehad. Nee. Nooit? Nee? Ze zeggen toch dat alle vrouwen... Je ziet dat ze allebei... Nou weer dit. En mijn zusje zit daar, dus... We zijn echt teleurgesteld. Ja, het mooie is dat mensen niet zien... is dat jullie echt allebei willen... Ja. 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 Zeg ja. Nee. Nou, Jeroen, jij nog eentje... en dan zijn we er vanaf. 538. Oh, dat is mooi. Even kijken. 538. Ja, die staat helemaal onderaan. Ja, dat is de onderste, hè? Oeh, dat is wel een pittig, hoor. Ja. Hoe denk je dat je doodgaat? Oh, wauw. Ja. Hoe denk dat ik doodga? Ik hoop in een Ferrari van een afgrond. Dat lijkt me zo te gek. Met 300 gewoon die cliff in. Gewoon bam. Gas erop. Wow. Op je 80ste met nog een mooie vrouw ernaast. Ja, zoiets. Ja, precies. Ja. Goed. Mogen jullie hartelijk danken dat jullie bij ons langs wilden komen. Magical Ride is nu te downloaden. Staat op Spotify overal te krijgen. En wanneer kunnen jullie weer samen live zien? Als we een keer naar een show willen komen. Nou, we hebben wat opties lopen die zijn net binnengekomen. Dus die moeten we nog even laten bevestigen. Maar we gaan het sowieso op Facebook opgooien. En natuurlijk op de site. Dus dat komt goed. Bon. Check it out. Ja. Ladies and gentlemen. Jeroen Post en Bibi. Yeah.